Dames en heren, allemaal van harte welkom bij deze nieuwe YouTube-clip. Ik wil het vandaag met u hebben over een onderwerp wat heel veel mensen denk ik ontzettend mooi vinden en aan het hart gaat. En dat is over dieren. Het zijn onze bezielde medebewoners op aarde. Een vriendschap met een dier kan vaak veel intenser zijn nog als met een mens. Ze zijn echt, ze zijn eerlijk, ze zijn lief. Ze hebben een soort kosmisch babybewustzijn. Het zijn eigenlijk kindjes met een heel groot hart. En ze staan in hun liefde ook heel dicht juist bij die innerlijke ruimtes van het geestenrijk, van de wereld na de dood, van het goddelijke. Dieren zijn vaak de beste vriendjes. En iemand die daar een heel mooi gedicht over geschreven heeft, is Yomanda. En ik ben ontzettend dankbaar dat ze dat gedicht van boven heeft door mogen krijgen. En ik ben zelf ook een enorme dierenvriend en Yomanda ook. En Yomanda, van harte welkom weer. Ja, hallo. Fijn dat je er bent. Ja, dier. Ik heb zelf ook twee poesjes, dus... Ja, prachtig. Dat zijn twee echte lieverds. Dat is zo mooi. Ik ben zo blij dat je ook zo van poezen houdt. Ik ook. Ik heb ook een grote voorliefde voor katten en poezen. En ja, dat is niet te beschrijven hoeveel liefde en gezelschap je daarvan kunt hebben. En jij bent natuurlijk ook zo'n gevoelsmens. Je hebt natuurlijk zoveel, ik ben gewoon blij dat je die twee vriendjes bij je hebt. Dat is echt heel mooi. Ja, ik heb ooit een keer een dierenhealing gedaan in Tiel. Ja. Met honderden, ja, heel erg leuk. Met honderden dieren, hè? Dieren, hoe ja, dat? En dan reageerde dus het baasje af voor het dier. Oh, mooi, prachtig. Ja. Ja, ik vond het zo mooi. Ik, prachtig, die dierenhealings. Die waren zo mooi van jou, want daar gebeurde heel veel, hè? Ja. Ja, dat was echt zo mooi. En wat ik ook zo mooi vond altijd aan de dierenhealing, Yomanda, is dat dieren die reageerden op het moment als jij binnenkwam in de hal, hè? Dan was alles stil, buiten hadden ze ruzie met elkaar. Maar als je dan binnenkwam, dan waren alle dieren stil. En dat was eigenlijk het beste bewijs dat, dat het echt is. Want een dier kent geen suggestie, hè? Die kun je niet iets wijs maken. Dus nee, die reageerde meteen. Dus het was ook echt bewijs van authenticiteit. En je hebt een prachtig gedicht doorgekregen, Yomanda. En ik zou je heel graag willen vragen of je dat wil voorlezen, voor wil dragen aan de mensen. Dierenliefde. De hond kijkt de baas vragend aan. Of hij of zij naar buiten mag gaan. Ja, er moet geplast of gepoept worden weer. Dan moet de baas naar buiten met het dier iedere keer. Niet altijd is het fijn om te gaan, want er komt soms een zware regenbui aan. Ja, weer of geen weer, het moet gebeuren. En dan mag de baas er niet om treuren. Want hoeveel liefde krijg je niet van het dier? Hij of zij geeft je toch zoveel plezier? Dan is het wandelen voor een mens ook altijd goed. Dus prima dat de hond zijn behoefte buiten doen moet. Dan de poes of kater die in je armen ligt te spinnen. Ja, de poes doet de behoefte meestal op de bak binnen. Als de poes naar buiten gaat, kan het ook op het zand of tussen de struiken. Dan gaan andere katten daaraan ruiken. De hond heeft een baas, maar een poes heeft personeel, wordt er gezegd altijd. Ja, een poes doet wat ze wil, maar is wel een dier die werkelijk met je vrijt. Onvoorwaardelijke liefde die je door de dieren wordt gegeven, is een geschenk in je leven. Dan een vogeltje dat je vriendelijk begroet door te fluiten. Maar wel kijk naar de vogels die rondvliegen buiten. Maar misschien is het vogeltje blij bij jou en voelt zich thuis. En mag misschien wel losvliegen in het huis. Mensen kiezen zelf verschillende huisdieren die bij hun passen. Soms zijn dat konijnen, hamsters en zelfs dassen. Mijn kat hier die begint te... Ja, die begint spontaan te miauwen. Wat mooi. Het dier dat van je houdt en je vertrouwt. Is geweldig om mee te maken. En wie je ook kiest dat het je hart aan kan raken. Is ook een therapie, omdat je niet alleen bent. Want het dier is het die je aandacht geeft en verwendt. Genieten van de huisdieren is wat een mens raakt. En je erg gelukkig maakt.
Maar moet jij die afgeven als het overlijdt, ben je de kluts kwijt. Want je bent dat stukje onvoorwaardelijke liefde ook kwijt. Gelukkig komt een dier altijd direct in het leven hierna goed terecht. Want het was goed voor je en niet slecht. Je mag soms hun aanwezigheid ervaren vanuit de geest. Dat ze dankbaar zijn dat je er voor ze altijd bent geweest. Of het nu een mens is waar je van houdt of een dier die is overgegaan. Die onvoorwaardelijke liefde blijft altijd voelbaar voor jouw bestaan. En als jij jouw taak op aarde hebt gedaan om over mag gaan, zullen ze je even komen begroeten en één moment naast je mogen staan. En daarna weer naar hun eigen sfeer terug moeten gaan. Maar ieder weerzien is fijn om even weer bij elkaar te mogen zijn. Prachtig. Heel emotioneel. Voor veel mensen, denk ik, prachtig. Ik word er gewoon zelf ontroerd van, ook wat je net voordroeg. Ja, het is echt prachtig. Wat je beschrijft over dieren. Ik vind het echt prachtig en hoe het klopt ook. En wat je ook over poezen schrijft, zo mooi van, ja, dat is eigenlijk het enigste dier, hè, of echt een van de dieren die echt met je vrijt, die echt ook gewoon, echt gewoon knuffelt en snoezelt en honden natuurlijk ook. Maar een poes kan echt zo op je komen liggen spinnen, dat is natuurlijk ook hartstikke fijn. En wat leuk dat op de achtergrond ook iemand mee ging doen, en dat was jouw kat Simba, hè? Nou, leuk. Wat leuk dat mensen daar nou, gezondheid. Wat leuk dat mensen dat nou hebben kunnen horen. Echt heel mooi. En je hebt verschillende katten ook gehad, hè, Joke. Je hebt verschillende. Ja, 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 ja. Prachtig. Ja. Ah, wat mooi. En nou, ik vind het gedicht wederom weer prachtig. Het is fluweel voor de ziel. En ik denk dat heel veel mensen ook, erkenning vinden hierin van de band die ze zelf hebben gehad met een hond, met een poes of met een vogel. En misschien het diertje nu ook moeten missen, dat ze in de andere wereld zijn nu. En het gemis van een dier is, daar kan een mens soms nog verdrietiger van zijn als het verlies van een mens. Omdat het zo echt is en zo puur. En ik vind het een prachtig gedicht en een prachtige ode ook aan dieren. Echt heel mooi. Dank je. Ja, ik vind het echt prachtig. Ik heb natuurlijk ook het overlijden van Tommy, van kat van mijn zus meegemaakt. En meerdere overlijdens meegemaakt. Ook in het verleden. En dat heeft er heel diep ingehakt. En ik weet wat dat verdriet kan zijn. Dat is verschrikkelijk. De dierenhealings, Jomanda, die waren ongelooflijk bijzonder. Daar is ook best vaak verslag van gedaan. Er staat zelfs op YouTube ook nog een hele aflevering van een dierenhealing. Wat dan ontzettend mooi is, want dan zie je ook gewoon dat er echt iets gebeurt met die dieren. Dat er echt, dat ze reageren. Paarden zag ik, poezen, honden, katten, konijnen, alles is aanwezig. En het bijt elkaar daar niet. Dat is fantastisch. Dat is, wonder, dat is echt een wonder, alsof Jezus op dat moment op aarde is. Dat is zo magistraal om te zien. Dat blijft heel bijzonder. En er zitten nu waarschijnlijk ook veel mensen te luisteren die een huisdier hebben of hebben gehad. En ik zou jou eigenlijk willen vragen, zou je een healing willen geven voor mensen en dier op afstand via YouTube? Nou, daar gaan we dan. Instralen. Ja, fantastisch. Ja. Dankjewel. En je dankjewel hebt kans dat de mensen ook de dieren eigenlijk ervoor zetten. Dat dieren die ziek zijn of zo, die kunnen reageren. Dat was ook altijd vroeger bij Noordzee zo. Ze kunnen misschien ervaren dat een dier die overleden is ineens bij ze op schoot zitten.
een gevoel. Prachtig. Ja, het zou zo mooi zijn. Dat er veel mogen gebeuren via jou. En heel veel mensen herinneren zich dat nog. En dat mag misschien vandaag bij u ook gebeuren. Dat u bepaalde dingen thuis ervaart. Of dat de poes ineens op schoot springt, spontaan. Of zowel levende als overledene. Dat je die ineens mag zien, of mag voelen, of mag ruiken. Ja, heel mooi. Ik ben ontzettend dankbaar dat het mocht gebeuren weer. Dat je het hebt willen doen. En ik ben heel erg benieuwd. Laat het ons weten als u bijzondere dingen hebt meegemaakt. Ja, dus laat het ons weten als u dingen heeft ervaren met tijdens de healing van Jomanda, die ze daarnet heeft gedaan. Misschien heeft uw hond, uw poes, uw andere huisdieren hebben misschien gereageerd. Misschien heeft u een groet gekregen van een dierbaar overleden dier. Of misschien is de poes of de hond spontaan op uw schoot komen zitten of bij de laptop of bij de smartphone of tablet. Laat het ons weten. U mag het altijd onder de YouTube clip schrijven of onder het Facebook artikel of per mail sturen. Jomanda, ontzettend bedankt dat je weer te gast was. Wat fijn. Ik ben ontzettend blij. Ja, graag gedaan. En Simba heeft ook meegedaan, hè? En Simba ook bedankt, want die heeft dus ook meegedaan. En die ja. Oh, wat lief. Ach, God. Oh, ja. Dat is echt een schatje. Ik ben zo blij dat Simba ook heeft meegedaan. U hoorde de krachtige miauw van Simba. Hele mooie leeuwenenergie heeft hij. En ik ben... Simba is ook op YouTube nou. Dankjewel Simba, dankjewel Jomanda en dankjewel alle honden en poezen in de andere wereld voor de hulp en de liefde. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer, Jomanda. Ja, dag Robert.